Hallo allemaal, welkom terug bij de Independent Fools. Ik ben Taco. En we zitten weer in Mouth & Blade Warband. Vorige episode faalde ik geweldig tegen hun. Ik moet proberen weg te rennen van hun. En ik wil eigenlijk ook even kijken hoeveel er in Drurring Castle, hoeveel mensen daarin zitten. Want daar moet ik ook even weg. Oh god. Ik weet hoeveel er in Drurring Castle zitten. 201. Dus nou gewoon eens mijn elite eenheid daarop afstuur. Misschien kan ik dat wat doen. Hoeveel zit er in Amarad? Ik voel mij omzwermd. 300! Waarom volgen jullie mij? Zoek je eigen vrienden. Manage the garrison. Militia, GTFO. Die Hard Blade zijn het best. En ook. Horseman. Ik wil echt alleen de geweldige troops wil ik hebben. Simpelweg omdat ik het kasteel wil overnemen. Wacht, als ik alles pak, dan heb ik volgens mij nog steeds geen full leger. Ah, nu heb ik een full leger. Alleen hun zijn niet. Nou ja. Moet maar. Even dit organiseren. Durp. Okidok. Dan moet ik even wachten tot hun weer geheeld zijn. Maar ik denk als ik een siege start dat dat wel weer goed zit. En dan ga ik proberen Durin Castle over te nemen. Dan ga ik gewoon even kijken of dat een lord is. Oh, ga toch weg. Neger, alsjeblieft. We zitten nu in 201. Wacht, hoe hoog zijn mijn archers? Ik moet even hier ook spannen. En hier 7. En dan besiege de castles. Ik hoop zomaar. Ja, dat dacht ik al. Omdat daar natuurlijk weinig mensen in zitten, wordt hij zo besieged en nu ben ik aangevallen. 71-155, seems legit. Kom maar even hier staan met z'n allen. Gaan we hier een feestje bouwen, jongens. Zie je, mijn paard danst al. Mijn paard die danst al zo. My sexy part, my little pony. Nord veterans having javelins. My little pony. Steigert altijd. Wat een feest. Yeah. Koop crossbowman, raken. Betaal je fucking geld. Lulas. Hey, lulas. Betaal je fucking veel geld, lulas. Geen eens goed gauw, je lulas. Wat is er nou, lulas? Ik ga weer iets doen wat ik altijd doe. Mensen die vaak mijn Mouth & Blade kijken, die weten wel wat ik ga doen. Oh god, ik mis alles. Behalve hem. Poke and you're dead. Yo mama. Oh, ik miste. Hij is echt zo'n badass two-handed sword. Ik denk dat van, kijk mij, cool zijn. Maar toch deed hij damage. Kijk mij, cool zijn, want ik heb een two-handed sword. Son of a bitch. Charge. Dood. Hé, hey, dat was hij. Oh, lol. Dat was een commander.
I lolled. Ja, jongens, dit is mijn elite leger. Elite infanterie en cavalerie. Ik speel te veel Napoleonic War. Nee, Napoleon. Total War. Dark Mod was dat. Van. Dat is echt vet. Dan heb je... Oh, dat is ook bij Empire is dat zo, volgens mij. Daar heb je... Nou, in Napoleon Total War in ieder geval... Heb je zo'n... zo'n factie die heet... Bataafse Republiek. Voor de mensen die dat nog niet weten, zo heet Nederland in... Wat was het ook alweer precies? 1800... Volgens mij van 1800 tot 1813. Zoiets. Omdat het toen onder command stond van Frankrijk. Van Napoleon. En dan heb je bijvoorbeeld... Nou, een van de beste mods voor Napoleon Total War. Dark Moth. Heb je echt massive veel nieuwe units. En units zijn ook echt realistische nummers. Regimenten. Het is gewoon groepen met troepen. Die zijn realistische nummers. Dus dan heb je bijvoorbeeld bij de Nederlandse Waldeck Infanterie. En dat is gewoon een enorm elite infanterie groepje. Dan als je die... Are you kidding me? Are you kidding... Wauw. Het ging fucking goed. En dan word ik gekush lance damaged. Wauw. Nu heb ik weer 1 HP natuurlijk, kan ik niet zo random chargen. Oh god, geen retreat. No retreat! Hold the line! Waar had ik het over? Oh ja, dan heb je bijvoorbeeld de Waldeck Infanterie dan. Dat is een of andere grote elite infanterie regiment. Ik heb geen idee waar ze vandaan komen. Ik gok zomaar van de zee, Waldeck. Mm-hmm. En... altijd al selecteer je die dan. Dan is het altijd zo... Elite infanterie. En dat klinkt echt... Echt sexy. Klinkt echt sexy. Mijn hoeven van mijn paard zijn echt veel te groot trouwens. Kijk hoe groot ze zijn. Ik bedoel, ik ben geen paarden-expert, maar... Ze zijn ongeveer 3 kilometer hoog. Nou, niet 3 kilometer. Ze zijn ongeveer... Nou, ik denk wel een centimeter of... 5. Dat ding eigenlijk maar... Ik ben niet zo'n paardexpert eigenlijk, maar voor mij hoeft zo'n hoef maar iets van... 3 mm te zijn. 3 tot 5 mm, zoiets. Nou ja, wat boeit dit eigenlijk ook, hè? Want mijn paard die kan stijgeren en een feestje vieren. Even kijken wat ze allemaal aan het doen zijn daar. Ik voel me echt genaaid dat ik gewoon Kush Lance damage kreeg en daarom dood ging. Echt jongen, what the fuck. Woep. Echt zo sexy dat ze dan allemaal van die dingen op hun schild hebben. Mijn logo hebben. Oh, je had blijd. Ze hebben ook zulke vette helmen. Zal ik ze gewoon aanvallen? Ik denk dat het niet zo'n tactische move is om ze gewoon random aan te vallen. Hold this position. Eerst kunnen we Noord-Veterans gooien, als die tenminste nog leven. Weet je, laat hem dat kijken. Nou ja, val gewoon aan. Oh, daar gaat je linkerflank, vriend. Een massive heavy horse op je linkerflank, dan ben je echt gewoon dood. Oh, kan je zo dat een enemy liep. Oh wel. Friendly damage staat toch uit. Wel, nu echt uitkijken dat het niet gehit wordt, want dan ben ik dood. Het maakt zo'n beetje niet uit van wat, maar ik ben dood. Oh god. Pin on, bitch. Oh, yo mama, je krijgt een pijl in je bakkes. En jij een zwaard. My little pony, my little pony. Okay, thumbs up, let's do this. Leroy! Young Hoes. Look
at my horse. My horse is amazing. Let it jump. En Kush loves them with the enemies. En hij nu alweer weg? Watje. En point out it's a wimpy. Oh, that's dirty. Do you think so? Well, I better steigerpaard. Two wounded, 69 killed. 69. Know what I mean? Jullie worden allemaal achtergelaten als jullie niet te snel aanvallen. En jullie krijgen dan geen kills. Oh! Kijk, een heavy horse. Woep! Wat? 122 damage to the horse en he is not dead. Gaat je paard, vriend? Serieus? Kill hem gewoon. Wat is er moeilijk aan? Oh, nou, ik doe het ook niet goed. Zo. Nou, charge the enemy. Yay. You are my prisoner. Hell yes. What a man at arms. Ik heb geen money meer voor duppen. Hey, kijk, een beter paard. Ik hoop zomaar dat ik swordsman, white blade. Geen geld meer. Dat ik nog dit kasteel kan overnemen voordat dat kasteel wordt. Ah! Waarom? Waarom? Okay. Ladies and a gentleman, please step on this hill over here, so we can absolutely rape them. Mijn headset zit echt vervelend. Ik heb de hele dag al zo warm. Het is echt raar weer als ik naar buiten kijk. Ik zie echt zo bewolktheid en elk moment kan regenen. Ik had vandaag examenstudie, dus ik zat de hele tijd buiten. Het was ook gewoon de hele tijd regen, maar het was nog steeds gewoon warm en benauwdachtig, zoals je het in Frankrijk ook hebt. Ik weet niet of jullie wel eens naar Frankrijk of zo, op vakantie gaan of zo. Maar zo ongeveer dat het daar is, zo benauwd heet, is het nu ook. Mijn raam staat open. Tenminste, het rooster staat open van mijn raam. Anders horen jullie de hele tijd allemaal geluiden van buiten. En dat is ook niet echt bepaald prettig, denk ik zo. Mercenary Christmas, dat is zo prut, hè. Nou, val gewoon lekker aan, jongens. Ik heb het wel gehad. Nee, wacht. Ik zei trouwens net dubbel. Moet me een keer weer denken aan een programma wat vroeger op tv was. En er was een jongen en die zei alles, altijd, dubbel. Het programma, dat heet Jacob Dubbel. Ik weet niet of jullie het kennen. Mijn ervaring is dat sommige van, of de meeste van jullie in ieder geval, niet zo oud zijn als ons. Dus ik weet niet of het nog op tv komt. Ik weet niet of jullie nog kijken naar dat soort kanalen waar het op komt. Voor mij kwam het toen op Fox Kids heette het volgens mij eerst nog. Geen idee. Nee, Fox Kids was niet. Jetix was volgens mij eerst. Ja, Jetix. Jetix was het eerst. En daar was zo'n programma. En dat heette Jacob Dubbel. Dat ging over een jongen en die woont in Canada en die zei alles dubbel. En als ik nog één keer geraakt word, ben ik dood. Dan ga ik pissig worden. En hij is sneller dan mij, dat weet ik. Echt, hoe sterk zijn die scheidpaarden?
Nou ja, schijfwaarden zijn het niet, anders zouden ze niet. Ze zijn echt ongelooflijk goed, maar... Oh, Jesus, Jesus! Kan ik gewoon leven? Some souls are ready to upgrade. Hey. Ja, nu gaan ze voor mij gewoon allemaal dood. Yep. Quit without saving, load game. Ik moet maar even mijn territorium verdedigen voordat ik weer een nieuwe overneem. Denk ik zo, oh, hoeveel zijn het er? Ik kan trouwens wel even zorgen dat ik gewoon verdedig binnen mijn muren. Like this. En dan moeten ze me op een gegeven moment vanzelf gaan aanvallen. Tenminste, dat hoop ik zomaar. Peace agreement. Nou, dat is cool voor ze. Continue. Nou, ik zit gewoon lekker te wachten. Wachten. En dan krijg ik een battle. Join the battle. Tralalalalal. Waar is een ladder? Ingewogen een mass clusterfuck hier. Kan ik mijn friend eens trappen? Ik denk het niet. Nope. Eigenlijk even iets hebben van javelins ofzo. Ach, kan ik die javelins pakken? Yeah. Give me those javelins, girl. Give me those javelins. Chris, shut the fuck up. I'm recording. Ik kijk javelins. Mine. Jij verdient het om dood te gaan. Jij mag even doodgaan. Javelins, equip. Yay! En dan moet ik hun op de een of andere manier ook weer zien te vermoorden. Niet meer javelins gewoon die ik op kan pakken. Kijk eens aan. Heb ik weer een javelin. Maar één is niet genoeg. Het is wel ironisch dat ze nu vermoord worden met javelins die zij hebben gemist. Ironisch is het ironisch? Ik heb geen idee. Hey, level up. Doe ik zo eigenlijk damage? Yep. New enemies have arrived. Wauw, dit is echt gewoon zo realistisch dat hij gewoon 1 seconde, 1 km per uur onderuit zo. Ach, waarom pak ik nog gewoon iets met mijn zwaard zo? Doet hij 3 keer zoveel damage. Zie je wat javelins gevoel hier? Give me your javelins, girl. Javelins are fan. Geef mij javelins. Auw. En steek ze neer. En sla ze. Waar zijn de javelins? Javelini. Assassini. Oh, daar voor mij de eerste rode. Waarom moet ze toch altijd zo schreeuwen? Dat is rustig, man. Je bent toch niet aan het vechten of zo, of leven of dood?
Zo, dood, 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 dood. Is dood. Mooi, die Hideblades in Swaddy en Man at Arms zitten fucking erg op mijn bloed. Noord Warrior. God dang it. Auw. Fuck, dan kom ik weer op mijn muur. Oh, daar. Sweet lemonade. Steek echt zo'n stekel in mijn rug. Massive javelin. Don't worry lads, I'm back in the game. Oh, hij is ook naar beneden gevallen. Waarom zit daar een trap? Waarom loopt hij die trap niet op? Is een trap, ladder, allemaal hetzelfde. Kan niet die javelin pakken? Oh, is een axe. What the fuck doet een axe daar? Waarom heb ik zo'n vreselijke frames? Jesus Christ, my frames. Javelin, ja. Oh fuck, ik heb je best een soort van mij gedrukt. Oh ja. Yeah. I'll keep that, if you don't mind. Jezus, hoeveel hebben we in de man? Duurt lang. Blijf slaan. Blijf slaan. En ga dood. Nou, een javelinetje pakken. Auw. God dang it, dang it. Doodle. Ik zet friendly fire niet aan. Friendly damage ofzo. Dat is gewoon fucked. Nou. We willen even doodgaan, jongeman. Maar duwen ze nu al terug. Nee, ik moet zo. Ja, zo. Dan moet het lukken. Waarom in godsnaam swap ik naar voorspelling? Ik kan geen fuck zien. Hoe lang blijven we komen, joh? Tering! Niet meer normaal, man. En able to take that. Oh, wacht. Dat kan weg. Javelin, javelin. Oké, dan gaan we dood. Auw. Zeg, ga eens dood, jonge mannen. Dit kasteel verliest trouwens, ik ben wel gepissig. Nee, sla omhoog, lul. Oh god, ze staan op onze muur. Het is niet voor jullie. Lelijkerts bestemd deze muur. Nou, weg, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Dan blijft ze nog komen, man. Tering. Vinger wordt een beetje moe. Hier na zijn er waarschijnlijk nog meer. Nou ja. Stay calm. Wat was het ook weer? Dat was op 4 mei of zo. Waren er van die programma's op. Dat is ook weer National Geographic over de Eerste Wereldoorlog. Nee, Tweede Wereldoorlog bedoel ik. En was het van. Hadden ze het over die. Hadden ze het over. Waar ging ik over? Van die vrouwen. Van die vrouwen die zaten in het leger van Engeland. En die waren piloot. En dan waren.
van die, was zo'n slogan van het Engelse leger. En die probeer ik even in mijn hoofd weer terug te halen, maar ik weet niet meer hoe die ging. Oh ja, was stay calm zo en, hey, ik heb gewonnen. Stay calm en nog wat, carry on. Dat was het, stay calm en carry on. Wow. 3 killed, 3 wounded, 6 killed, 11 wounded, 187 killed. Lol. You are my prisoner now. Oh, ik heb geen eten meer. Volgens mij. Some souls are ready to be upgraded. En de rest kan ik niet meer betalen. Okidok. Nou ja. Dat was het weer voor deze episode. Dankjewel voor het kijken. Geef een groen duimpje als je het leuk vond. Geef een groen duimpje als je het niet leuk vond. Vergeet niet te subscriben hierboven als je dat... Word ik wel een kut uit. Vergeet niet te subscriben, oftewel te abonneren. Hierboven als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zeg een dikke doei.